Ja, dat was ook een tijd, hé. Oh, oh, oh. Echt, ik heb echt wat te verduren gehad, jongens. Ja, ja? Ja, echt waar. Oh, Shelly. Ja, echt. Ik meen het. Het enige wat ik tegen je kan zeggen. Meer mannen dan kerken. Er zwemmen meer vissen in de zee. Oh, het gaat mij niet eens om... om mannen, maar het gaat gewoon... Mannen. Ja, gaat gewoon, ja ik snap wat je bedoelt. Ik de lul ben. Oh zo, ja. En ja, dat ben je ook zeker. Wordt het ook gezegd, de ene keer is het die, de andere keer is het die en de andere keer is het die. Nee, het is gewoon echt 9 van 10 keer ben ik het. En waarom? Ja, ik heb geen idee. Ik was zo lekker happen, jij. Ja, dat sowieso. Is ik het nog een keer? Zullen we gaan, meiden? Ja. Heb jij hem afgestreept trouwens, die wijn? Ja. Ja? Doe ik de volgende bij mij, ja? Yes. Loop ze in de necklace. Een fles wijn in de hand. Ja, ik ben een alcoholist. Echt al genezen, toch? Kijk de slippers eronder. Ik ken hem toch niet. Aan. Oh, oh, oh. Oh, jongens, jongens, jongens. Meen je niet? Dat meen je niet. Oeps, pardon. Wat deed je? Ik liet een boertje. Oh. Ik zag dat jouw was Zou dat je een vrouw van jou kunnen zijn? Ah, weet ik niet. Kan ik niet, dat kan ik niet op een twee keer elkaar gezien hebben. Of drie keer gezien hebben. Maar vegan pizza's herkennen aan de lichtere kaas. Ik weet niet of dat te zien is op de pizza zelf. Wat mis. Wat is het namelijk de vegan? Dit is wel onze kaas. Wel onze kaas? Denk ik. Oh. Oh. Of niet? Patricia. Nee, wacht, hier, oh nee, Patricia, mag ik dat zeggen. Ja, perfect. En dat is normaal kaas? Maar we hebben dezelfde besteld inderdaad. Yes! Vegan kaas. Vegan kaas. Oh. Want, ja, want vegan kaas is ook gewoon normaal. Een beetje vreuren. Een beetje vreuren. Maar, ja. Nog een paar weken aan. Ik wil in de spiegel kijken, maar ik... Je kunt het. Oh, zit er op alle niet-vegan pizza's vlees toevallig? Nee, dat is best... Heerlijk. Nee, maar Milena gaf zo'n cryptische omschrijving dat we het aan de kleur kaas konden herkennen. Dat ik dacht van, als er ook op alle niet-vegan pizza's wel ham of salami zit, dat kan je net wat makkelijker herkennen dan een kaaskleur. Oh ja, tuurlijk. Ja. Maar als er overal vlees op zitten. Ja, dat weet ik dus niet zeker. Ja, je hebt ook een tonijn variant. Hoe gaat die over? Ja, moet ik even uitleggen hoe die qua warmte, maar als je hem normaal langer opstookt. Ja. Dan blijft hij veel warmer, dan gaat hij sneller. Oké. Okay. We moesten natuurlijk nu even binnen 1,5 uur. Dus, ja. Ja. Hè? Ja. Op de oogband, ja. Meneer erbij, wilt u weggaan? Helemaal niet over nagedacht als er ook geen vlees op een vegan pizza. Kijk, zie je, dat is te hard. Waar is iedereen? Oh, jongens, wat een mooie dag.
Maar ik lust het is echt leuk geworden trouwens. Ja, goed hè? Wat wordt het? Dat is de overloop voor de vijver als het te hard regent. En, slim. Ja, ben je best wel opgetaft. Nou, ga nou gewoon weg, joh. Zit daar... Oh, daar hebben jullie zelf onder gedaan, zodat het niet wegloopt? Of... Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ik dacht dat het een soort van vijvertje eigenlijk werd. Ja, dat wordt het ook. Eigenlijk wel, als er te veel water is, het wel. Ja, maar jij moet ook daar. Ja? Ja. Nou, leer. Dat is de bedoeling ervan, dat het wegzakt. Okay. Wat voor is dit dan? Wat doe je gemeente? Pizza deeg. Oh, ik ben een scheef. Nee, ik kan ook nog bezig met. Dus ik denk, laat maar, laat maar. Hoeveel borden staan er eigenlijk op tafel? 17. Ja. 17. Bingo. Dan heb jij weer een mooi shirt aan. Dank je. Ja, ik vind het ook voor Merel een compliment. Jens is mooi. Wat is het tegen mij? Ik heb vier nieuwe bij vandaag. Met ook groen en roze en echt? Goed. Wil je hier even omhoog op boven? Billen. Even laten zien. Ding. Nice. Kijken. Yes. Qua kaaskleur. Ja. Oh, ik had mozzarella natuurlijk en tonijn. Ja, er zijn niet precies zeg maar 17 pizza's. Er zit een panterpizza in. De panterpizza. Mag ik die snijden? Snijder. Maar is dit is een snijder, toch? Is. Zal ik die nog even pakken? Dit is gewoon een stukje door deeg. Dat is voor deeg. Ga jij voor de vegan? Nee, vrouw. Zie je, dat is toch niet normaal. Is dit wat ze doet? Toch? Dat is gewoon mishandeling. Ja, nu moet ik dus met mijn benen wijzen. Maar prima. Joh. Is, is dit voor deeg of voor de pizza ook snijden? Snijden. Ook voor snijden. Echt beesten, jongen. Nou, het heeft even geduurd. Maar uiteindelijk door de Romeinse man is het gelukt. Waar is Jess? Oh, hier. En Adriaan. Super bedankt. En vanaf volgende week elk vrijdag geopend. De Pizza Hut in Utopia. Dus met vrije inloop. Heet je ook Pizza Hut? Nou, weten we nog niet, maar het... De Pizza Hut. De Pizza Hut. Om met vrije inloop? Nee, voor de markt gaan we kleintjes doen. Echt van die... gewoon van die rondjes. Piccolini's. Ja, van die. En wat de prijs van deze pizza? Dat moeten we nog even goed uitrekenen. Maar daarnaast gewoon elke vrijdag. Iets groter. Dus ja, aankomende dag gaan we alleen maar testen. Om de dingen op te steken. Dus smiddags lunch in ieder geval. Pizza de aankomende dag. Lekker! Dankjewel, Marie. Dus eet smakelijk. Top. Eet smakelijk. Ik ga het kleinste stukje. Snijd jij ook een stukje? De assistent van Marissa? Ja. Ik heb, misschien niet handig als je hier komt. Ja, dat kan. Oké, ik verplaats mij. Oh, nee. Doei. Hier doe ik. Ga je weg? Ja. Maar een vlieg. Dit werkt niet. Ongezellig. Wil jij dat misschien? Riske, neem jij hiervan of neem je daarvan? Oh, gezellig. Oh, wacht. Okay. Er zijn ook vispizza's volgens mij. Ja, dan zijn we vegetariër. Zijn deze twee vegan? Die is niet vegan. Die is niet vegan. Ja. Die kun je niet. Ah. Oh. Deze pizza snijder. Maar waren daar ook een pizza snijder? Ja, dat is een. Ik wacht nog wel even. Jam jam. Niet van jongens. Smakelijk, smakelijk. Prijskaartje erop. Hoppatee. Ja. Dat betekent dat hij nieuw is. Oh, Bert, wat een slimme jongen. Ja. Oh. Dat is echt slim, hè? Oh. Lekkere kaas zitten. Maar dat is slim. Jouw geluk. Oh. Dat is een compliment. Ik kan niet wachten tot de boodschappen binnen zijn. Jawel. Maar is koud het toch? Ja, wou je dat? Oh, gewoon. Mag altijd hoor, je mag altijd bij mij leren. Lekker, hè? Ja? Ja, dit bord gaat elke leren? Keer. Ja, wat je wil. Dat. Wat wil je leren? Daar heb je zin in. Waarom zit dat witte poeder er nog op? Waarom? De pizza. Waar? Nee, dat heb ik nog vaak ook nog iets eerder gezien. Waar is dit van gemaakt dan? Kaas. Ook de ene was niet te leuk. Maar ik wil best wel mee. Heerlijk. Jezus Christus zeg. Als je neem me gewoon dit zet. Stuk dan. Ja, maar iedereen wil wat toch? Ja, wij wachten wel. Er komen meer pizza's. Er komen hartstikke veel pizza's. Ja. Ja, joh, pak gewoon. Er komen heel veel pizza's deze kant. Dus neem wat je wilt nemen, schat. Fruit. Maar goed voor die kant. Weg, hè? Ja. Jij gaat ze meenemen. Mag ik een siroopje?
Nou ja, siroopje. Een mega kan. Ja, thanks. Lekker, hè? Ja, dit is basilicumolie. Heeft Patrice gemaakt. Dat is basilicum met olijfolie. Dat is ook lekker basilicum op de pizza. Basilicumolie. Precies. Super lekker. Het ruikt wel echt... We hebben normaal gesproken altijd pizza nemen. Dus uiensaus. Gewoon af, ik zo lekker. Ik wil ook wel een beetje olie. Oh, ja, dat is goede kaas, hè, dit. Oh, die lekker. Andere, die was niet zo goed als deze. Ja? Deze is echt vele malen beter. Echt heel goed. Ik vind het bijzonder dat hij trouwens geen plaatje heeft op die, als je hem wil bestellen. Ja, die zo'n geen afbeelding bestellen. Ja, normaal gesproken wel, maar soms niet. Dree, mag ik voor jou raar, die olie? Dat, geen idee. Oh, mag ik ook eentje daarvan? Het is echt lekker, hè? Ja, dit ruikt ook echt lekker. Maar dit is wel de betere kaas van die twee varianten die ze daar hebben. Some better cheese. Dit is wat je normaal gesproken bestelt. Patricia, ja. Echt lekker. Mariska, echt lekker. Mariska. Hiske. Top. Oh, His ook top. Iedereen die heeft gemaakt, top. Echt heerlijk. Thanks. Heb je ook gebakken? Mm. Maar wat vindt de groep hier nou eigenlijk van? Niet gebakken, maar wel. De bakken weer begonnen. Gerrit. Dat had je ook nog op de webshop. Ja, Gerard. Nee, het is toch wat vind ik gewoon geworden. Nee! Au! Au! Wil je drinken? Ja, lekker. Wil iemand een even glaasje drinken voor... Pizza. Alleen moet nog eentje vinden voor Milena. Wat? Dat we nog eentje voor jou moeten vinden. Wat bedoel je? Voor mij quote. Ja, geen idee. Alsjeblieft. Je weet al waar we het over hebben, toch over al die quotes op websites en zo? Nee. Op de Gerske bakkerij. Wel. Koop een koe. Dat is toch geen quote? Nee, maar gewoon iets bij die persoon. Jullie hebben dat geniaal gedaan, echt. Wat past er bij mij dan? Ja. Ik weet niet wat het is, maar... Ex van jou staat iets wat ik je nog nooit heb horen zeggen, Milena. Iets met New York en Milani. Ja, nee, ik had het even opge... Oh. Verdomme, Ger. Maar die van Merel die is ook veranderd. Ja, is echt een goeie. Nou. Maar wat gebeurt daarmee dan? Ja, nee, die staat gewoon op de website. Van als je producten voor jou willen producten hebt, dan heb je dus 15 foto's van ieder inwoner. En dan gewoon naam en iets. Zeg maar, stel dat ze je bijvoorbeeld niet herkennen op basis van jou, dan staat er ook je naam in, omdat alleen je naam een beetje kaal is, hebben er ook een tekst aan gekoppeld waaraan ze je ook kunnen herkennen. Wilt iemand nog limo? Als de naam ook niet zeggend is, maar ze... Jij limo? Nou. Limo? Ja, ze mag van jou ook met hartgebroken. Wil je nog limo? Nee, dankjewel. Wij hoeven geen limo meer vanuit deze kant. Oké. Okay. Maar wat is het? Ja, dit is nou... Hè? We hebben van Rispel bijvoorbeeld lekker de BV's pekken. Zijn maar een soort short bankers bij Bitcoin. Terugkomende catchphrase. Ja, okay. Ook bekend als Mr. Richman. Als je een ander leuk idee hebt, mag je ook aandragen. Meid, alsjeblieft. Mijn bilvelletjes al bijna tussen de Wat heb jij, Jens? Jens. Kans vieren? Ja. Jens heeft... ik ben op vakantie. Nee, die is niet vegan inderdaad. En jij? Dag schaat. Ja. Maar om het zo te zeggen, een tweede... Alex? En Lex? Lex heeft... meid, alsjeblieft. Ja. Maar om het zo te zeggen, een goede tweede zou zijn iets met hou op met me, hoor. En de eerste heeft... Wat vindt de groep hier nou eigenlijk van? En Brendan? Tranquilo. Frenny heeft... Hoi, hoi. Zonder jou... Kom hier zitten, Frenny. Ja, toch? Ja, ik ben niet geboren voor geluk, maar gelukkig ben ik geboren. Die hadden we eerst. Ja. En wat hebben we er toen van gemaakt? Ik heb mijn basisschool niet afgemaakt, maar puntje. Oh ja. Oh, die vind ik ook wel goed. Ja. Ja. Van een ellende vind ik beter.
Lekker heet. Man. Ja? Ja. Super heet. Mijn suikers van de komende 6 maanden weer binnen. Waarom doe ik wel weg? Er zit eigenlijk allemaal in. Ananas. Mm-hmm. Ananas. Ananas ook. Oké. Okay. Misschien meer saus erop, misschien wat natter. Dan heeft die plag afgelopen. Heb je hulp nodig? Nog eens. Augustus is wespenmaand, hè? Nee. In september spinnetijd. Oh, oppleuren, kutwesp. Nou. Beetje niet vriendelijk, Jesse. Ik ben niet meer gewend. Hey, Mr. Finance, calm down, hè? Mr. Wat zegt Jesse eigenlijk? Short the bankers, buy Bitcoin. Je kan wie heeft mijn tekst bedacht? Gezamenlijk actie van Ger, Jens en ik. Ho. Jens steekt zijn hand omhoog. Heb jij bedacht? Dat was mijn idee. Adriaan was erbij. Ik moest er heel hartelijk om lachen. Maar Jordi die heeft het opgeschreven. Dus hij is bij Jesse. Ja, maar jij hebt het bedacht. Het is jouw brein. Maar hij klopt wel gewoon exact. Jesse kan ook vervolgen. Vervolgen? Nee. Maar dat is niet mijn levensmotto. De groep heeft mij nodig. Ja. Vind ik nog beter. Wil je de groep heeft me nodig of wil je gewoon de Bitcoin? Nee, buy Bitcoin short the bankers. Short the bank, buy Bitcoin toch? Is hij andersom? Buy Bitcoin short the bankers. Is hij andersom? Ja. Staat hij ook op de kalender? Oh, wauw. Wow. Kijk. Je hebt niet je bordje leeg gegeten. Ik vind het ook wel leuk. Ik wilde alleen maar tatoeëren. Ja. Die vind ik ook echt leuk. We hebben natuurlijk vegan, dus zal ik wel blije spinazie in mijn mond. Nee, wat is dat van pizza? Dat is... Is het een... Nee, dat is geen vegan pizza. Dat is geen vegan. Nee, die is met vleesje. Ik hoop wel dat het niet... Nee. Stel je voor, ik ben in principe ziek wel. Wanneer komt ik hier weer? Vrijdag. Zo, zag je die vogel? Huge. Helemaal klaar mee. Zoek hem maar. Wat zit er bij Frenny? Hoi, hoi. Oh ja. Ik vind nog knap dat we bijna alle 15 nog onthouden ook, hè? En bij Shelly. Dat mag jij vinden. Kappena. Ja, dat mag jij vinden. Kappena. En dan Merel? Liever verwend en verwaarloosd. Dan verwaarloosd. Verwend en verwaarloosd. Nee. En bij Dylan, maar het is beter. Lekker de BV spekken. Je kan bij mail verwaarloosd verwend. Goed. Oeh. Dat is van Jens. Verliefd bedoel ik. Ik bel zo. Oh. Oh. Kijk nou. Vind ik ook wel een goeie bij Milena. Of, zie je dit schattig diertje? Ja. Oh, deze. Miri! We hebben nog meer. Keesje! Nou, wat is Keesje? Keesje! Zijn er nog bezig? Nee, dat is gewoon een normale kaas op. Ligt het niet! Het is jammer, je kan het niet killen. Ook als je dichtbij komt, rent hij gelijk weg. Ja, dat is een snap ik, joh. Ik heb al een take toen eraan bij me weggetrokken. Ja? Dat is beter. Super shit of hier zo. Ik heb het geweest met... Ja, dank je. Gewoon. Dit is tonijn. Oh, Oeba! Tonijn. Nou, iedereen enthousiast over tonijn. Denk alleen eens, hè? Ben je naar je leven bord aan het staan? Dat was hij is nog zacht. Hij is nog niet goed. Nee? Dit doet me denken aan Rivers en Budet. Ik weet niet welke zo lacht, maar één daarvan is... Oh, dan, je bent van wie? Stok nu kwijt. Oh, zat. Oké, ik ga wel even roken. Oeh, dat doe ik ermee. Voor mij die blonde. Maar we moeten hem wel hoger opstoken, dus voor de markt. Ja. Anders kunnen we 6 pizzas op een dag verkopen. Mijn vader noemt mijn broer mij altijd... Beaver, de ja, echt uit de steen over, hoor. Maar niet afschermen gewoon. Oh. We hebben hieronder hebben we ook nog... Dus zometeen, tosti party. Tosti party. Het doen we zo. Ondanks dat je superveel eet... Nee, dat ook. Ben je aan het afvallen? Ja. Hè, sorry, wat? Waar ben je aan vanavond aan het vallen? Van eten? Van nee. Yoga. Nou, ik weet het zo, maar ik heb een mindere buik, een mindere van die lolvendels, dan dat ik voor dat long je binnen stapte. Ja? Ja. Dan komt er weer die rufte die je nu voelt, die je er gewoon eruit laat. Normaal gesproken spij je die op. Oh my God. En dat zit ja, dus ik zo laat ik één dikke lange scheet in een poel. Dat kan je me echt opvreden. Wat is
Spinazie. Nee, basilicumolie. Oh, zo. Oh. Ja. En dan leg ik daar zo in de vensterbank. Oh ja. Nou, een beetje goed mikken, hè, jongen. Oh, lekker. Delicious. Ja, ook proef. Nee. Ja, tuurlijk. Ben je bezig? Schat, ik heb niks op mijn vinger. Oh. Okay, ja, maar Milani meteen tot de rescue. Let me help. Het is mijn vriendje. Wil je het van Jordi's vinger aflikken? Ja, het liefst van Jordi's vinger. Ja, okay. Ja, tuurlijk. Doet wel een beetje sensueel. Dan, je ook meteen als je fout doet, dan wat je beter. Stop maar in je mondje, Jens. Oh, ja. Jens, ik ga hem zo. Oh, ja, 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 ja. Maar die andere... Nee. Oeh. Dat is echt lekker, hè? Dat komt alleen al van mijn vingers. Dat was zijn vinger, niet de basilicumolie. Wat je lekker vond. Oh, lekker dit zonnetje. Ga je nou een hapje eten? Nee, toch? Ja, volgens mij kan door zijn handen zo. Langs de zon schijnt, hè? Je sleept zo eraf. Ja. Oh, Jens. Anders drink je hem gewoon zo, uit het... Dat is niet zo goed voor je, dat is ook... zoveel olijfolie. Voor Jens wel. Oké, okay, ho, wacht. De hoeveelheid olijfolie dat hij in zijn hand heeft gegiet, was dezelfde hoeveelheid wat je op je pizza smeert. Je hebt het allemaal hier zo druipen, jongen. Oh, beter? Dat is het lekker, beter. Zeg, jongens. Ja. Pizzatje. Dus lekker genieten met de maden. Lekker genieten. Lekker wijntje. Oh ja, ik lust toch wel een wijntje. Wijntje? Shell. Waar is Shelly? Shelly is net weggelopen. Ja, met de fles wijn. Oh. Tuurlijk. Shelly's gone. Die zender, die kan ik nergens instoppen. Dus ik moet in mijn BH, maar die heeft geen bandjes meer. Oh, zie je allemaal van die fles wijn. Ja, bij mij zit hij er ook. Maar hij zakt nu af door... Ja. We hebben cool als je zo'n horloge hebt, dat je op zo'n knopje kan drukken. En dan gewoon zo'n... Ingrid komt ook altijd even koekeloeren, hè, die meid. Ingrid is zo nieuwsgierig. Maar eten is Ingrid. Ja, maar echt. En sinds ze tussen de vriezer is gekomen... Is ze echt een stuk minder schuw. Ja? Ja. Nou, moeten we met alle kippen gaan doen. Ze dacht van, jullie hebben mij gered, dankjewel. Ja, of, ze komt echt meer naar je toe. Of ze is een survivor, nu op de webshop. Moet even een jasje voor de laten maken dan. Ingrid echt een beetje terror, hè? Ja? Ja? Maar nu is ze echt lief. Nu is ze echt lief. Ja, ze was echt brutaal. Ze is nog wel brutaal, maar anders. Nee, ik ga nu niet. Is alles wel droog of niet? Ze is altijd in de silo. Dus ze is altijd in de silo, inderdaad. Je ziet haar helemaal niet. Ze zit altijd in de silo. Je hoort er ook niks, ze zegt ook niks. Lies, ben ik niet in de silo, hoor. Ik ook niet. Liever buiten. Lekker buiten, lekker in het zonnetje. Lekker buiten. Nou. Lekker. Hey Ingrid, poepie. Hey. Ik had het begrepen. Hey. Wil je een stukje ananas? Alsjeblieft, schat. We zijn aan het eten. Dat kan niet, anders komt ze hier nog vaak. Oh, lekker het zonnetje. Wauw. Ja. Wespen mijn gezicht. Dit is echt ideaal. Dit is een topplek. Nee, dit is echt fantastisch. Ja. Nou, iemand nog meer prijzen over de plek. I love it. I love it, love it, love it. Hier zou je een zwembad komen. Ja. Meen je? Of een skatepark. Ja. Meen je? Of een dansschool. Of een dansschool. Ja, zeker daar. Nog een vijver, ja. Oprecht. Met de boot van Jesse hier zou komen te liggen. Ja, ik wist niet of jullie dat wist. Okay. Hij had een hele platte grond gemaakt met zijn boot er ook in. Dat is ook de plattegrond van Trouble. Ja. Zijn boot. Oh ho. De boot van Utopia. De boot waar hij in slaat. Nou, dat had dan een nieuwe boot geworden. Ja. Dan hadden twee boten. Ja. De DJ-boot. Oh. Ja, hij is wel goed verzonnen. Oh. DJ-boot. Zo. Ja. Ik vind hem echt cool. DJ-boot. DJ-boot. Dat is goeie, toch? Ja, nee, maar... Vertel. Gewoon dat je dingen zegt van zijn boot. Nee, het is een boot van Utopia. Alles wat in je kist zit, staat ook echt in... Maar het bruine huisje is nu toch ook Jens en mijn huisje. Op het moment dat we verhuizen, dan is het weer iemand anders zijn huisje. Maar je woont er. Nee, niet daar toch? Ja. Wat is er? Is het een soort van jouw eigendom, wat uiteindelijk nog steeds eindstandig BV is? Toen iemand aan mijn bed had gezeten, voel je dat het ook niet mijn bed was. Daarom zei ik, ga rennen dan. Ja. Wat bedoel je? Toen Gerrit aan mijn bed had gezeten. Dylan. En ik zei van... Aan mijn bed had gezeten. Ja, met die mok die hij in mijn bed had gelegd. Toen zei je, ja, het is niet jouw eigendom, is van de BV. De mok? Nee, mijn bed. Ja. Wat zei je toen? Allemaal haren. Misschien is je er nu van. Ja. Ja, dat denk ik. Nee. Stom. Ja. Dit ook niet. Wat is dit dan opeens? Dat is een kras. Waarom? Nee, het is een beetje alsof je tegen een huurhuis zegt dat het jouw huis is.
Terwijl het is niet echt jouw huis, het is maar, het huis waarin je verblijft. Maar het is wel je privé-eigendom op dat moment. Ja, maar dat zei je toen niet. Nee, nu wel. Ja. Ik ben blij dat je van mening bent veranderd. Want ik vind ieder zijn bed hier is zijn of haar bed. Ik zou niet prettig vinden als iemand zonder te vragen iets in mijn bed. Nee. Nee, ik ook niet. Ja, dat heb je echt gezegd. Dat is ook echt op. Ja, weet ik niet. Maar toen zei je dat, ja, het is van de BV. Kunnen we de ovens binnen ook aanzetten? Nee, zo zei je het niet. Nee. Nee, nee, nee. Maar ik zeg ook niet dat ik het toen zo zei. Doe binnen open. Ja, te gek. Niet lullig bedoeld of zo, maar... Ik heb ook een... Oh, dan kom ik erachter een muggen wil. Ik ga even kijken wat ik kan doen. Ja? Moet ik het tosti? Ja, inderdaad. En dan een beetje jeuk. Oh, wacht. Ja. Ik ben nog steeds een beetje aan het brainstormen op jouw catchphrase, maar ik kom er niet helemaal op, Lani. Oké, dat ook niet. Wat heb ik toen een hele tijd gezegd? Wat Jesse nu eigenlijk altijd zegt? In plaats van dan of als, zeg ik op het moment dat. Ja. Dat zegt Jesse nu altijd. Jesse zegt het wel vaak, ja. Jesse zegt heel vaak op het moment dat. Jens heeft mij toen afgeleerd omdat ik het te vaak zei. Ja. Met zo'n taser. Ja. Elke keer dat je het zei. Oh, gelijk ruimte op je hoofd. Niemands bordje de rest. Wees erom, sambal. Sambal bij. Sweet chili. Maar hij dacht dat hij een bij was en het is gewoon een wes. Nee, maar het dingetje is, als deze ook open staat, gaan ze naar het wesje. Oh. Maar ik heb het elke keer als ik aan de avond eten. Oh, sambal bij. Sambal bij. Het is een wes. Ja. Zullen we hem doodmaken? Doe nee. Het. Oh. Kill it. I want to see this. Jens. Kill it. Nog een pukkeltje. Nee, dit is wel echt een locatie. Swear. Oh, meid, nee. Meid, nee. Hij zit eronder. Maar het chillste zou zijn als je dan zeg maar, eettafel Merel. Hebt in een soort van loungebank ook. Dat je na het eten gewoon zo lekker kan uithangen. Ja. Ik wil drinken, hè? Zo, hebben we nog wijn? Ja, dat is helemaal ultiem. Twee van die tafels hier en daar zo'n overdekte zithoek. Nee! Om zeg maar na het eten zo lekker... Nee, nee. Chillen met je crepe. Ja. Lekker wijfje, dank je. Kijk, je schenkt gewoon dat, door, nu, hè? Nu prijs je mijn taal. Dank je. Bonjour. Oh. Ik denk dat iedereen die fatsoenlijk nadenkt pro jouw idee is, niet per se om jou. Moet nog nagels zetten. Oh ja. Ik heb gewoon een vlaardig idee. Daarna. Oef. Wel lekker glasdrijf. Ik zei ho, heb je een halfje gepakt? Ja, een half fles. Oh, we gaan het nou niet doen. Wat doe ik nou niet? Oh, ik ben geprikt. Ik ga spila. Ik ben aan het slissen en je reageert traag. Nee, grapje. Hè? Huh? Ja, dat. Staris. Jordi. Hallo. Dat is flauw. Jordi is Keesje. Oh, denk muziek. Hey, Kees! Andrea, heb jij het nog met Shell gehad over de muziek van zondag? Wil jij dat misschien doen? Zullen we het samen doen? Ja, ook prima. Poes. Maar je had wel lekkere eetjes, hè? Leuk, hè? Ja, ik hoorde het een beetje op afstand. Ik dacht, Paul, eindelijk een keer... Ik heb er al 3 gedaan, sorry. Voor de afwisseling. Dat ik dacht van nou... Even wat anders. We hebben gewoon een bekende bibliotheek. Met gewoon commerciële hits. En dit is meer gewoon even lekker booming. Ja, ik heb nu 21 nummers, dus ik ga vanavond... 21. Dus ik ga weer even nog wat nieuwe aankopen doen. Aangezien ik niet meer rook, kan ik gewoon van alles kopen. Ik heb je geld. Hier, koop muziek van. Nee, niet doen! Hier, koop nou muziek van. Ja, ik koop er muziek van. Dus. Wat? Niks. Zeg het maar, Frenny. Zeg het. Het wordt ook wel eens. Misschien mag ik wat van die spinazie. Oh, wacht. Mag ik misschien die open zak spinazie voor? Wat ligt daaronder trouwens? Normale kaas. Ger, wil je zondag ook draaien? Nee? Kerk is jou. Ook. Oh, koud. Ik ga je uur lang draaien. Nee, Jens ook. Oh.
We zijn trouwens de 700 kaarten gepasseerd, jongens. Yeah! Yeah! Top! Boom! Eerst 2 shifts uitverkocht. Mensen die nog snel zijn, kaartje voor shift 3. Of 4. Of 4. Maar liever shift 3 natuurlijk. Ja, is beter. Ik ben heel benieuwd. Kan je lekker lang op het terrein zijn? Ja, yes, oh ja. Wat als shift 4? Nee, shift 3. Lang op het terrein? Ja, dan kan je langer op het terrein zijn dan als je shift 4 doet. Omdat shift 4 later is. Nou, meid. Deze kijk maar aan. Ben je die? Oh, de spinazie heeft nu ook al ogen. Heb je er wel, heb je dit er al veel gedaan? Oh, lekker. Is het lekker, Jens? Nee? Deze jongen eet echt als een monster. Hij is een monster. Ja, echt. Een holbewoner. Katie, je wilt niet weten. Elke vrijdag denk ik weer dat we een vergadering hebben. Het slaat er helemaal nergens op. Daar is Jessie vast blij mee. Is nog nooit geweest. Wat? Nee, kom maar. Als Merel niks aantrekt. Wanneer? Op de markt. Oh god. Volgens mij hadden we vorige week wel een overleg of een presentatie. Zeg maar zoals die keer met de sportschool. Oh, dan kom je even bij één en uiteindelijk ben je toch een soort van aan het vergaderen. Of heb je het gevoel dat je er ineens zit? Ja. Dat is waar. En elke vrijdag denk ik het weer. Stom, hè? Nee, ik heb een... Nee. Nee, het is best natuurlijk, want je begint maandag en dan... Woensdag, zeg maar, moet eigenlijk dag, weer... Ja. En dan denk je van, nou, dan heb je weer een dag rust en dan... Ja. Nee hoor, ik weet het heel goed wanneer de woensdagochtend voorbij is. Geen vergaderingen meer deze week. Yeah, feestje. Vlag uit allemaal alles. De week is voorbij, weekend. Ja. Geen vergadering meer, weekend. Vakantie. Joejoe. Ja, ja hoor. Oh. 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 Uh-oh. Nee, voortaan als er foto's... Haar zoon, dat is van Jordi. Als er foto's nog op de webshop komt, als in producten, die worden dan 1-1. Dus om zo te zeggen, die worden dan vierkant. Die worden niet meer, hoe noem je dat? Brokkerig, langwerpig, breed. Beter, want het ziet er ook niet uit. Nee, je ziet zo'n witte lijn, omdat meestal is de formaat gewoon 1-1. Ja. Hadden jullie al gespiekt? Nee, ik ben heel benieuwd. Leuke banner, slider. Iedere inwoner heeft dus nu een leuke foto en zo met de quote en de naam erbij. En iedere dienst heeft nu ook een foto wat er bijpassend is. Plus dan bijvoorbeeld bij Frenny is het dansles van Frenny, weet je wel. Of weet je wel, en kinderfeest met Milena. Zo. Hebben we één foto in dezelfde huisstijl gemaakt, zeg maar, van alles. En dan daaronder liggend zit nog wel gewoon je oorspronkelijke eigen product. Maar dat als je zeg maar, de overzichtspagina hebt, dan dat lijkt alles gewoon duidelijk. Synchroon. Mooie nieuwe foto voor de sale. Wat gebeurt er als zo graag een nieuwe foto wil? Oh, wat gebeurt er stel, ik heb een nieuw product en ik klap het. Lijkt daar toch niet op? Andere foto's? Toch? Nee, echt niet. Nee. Hoe gaan jullie dat monitoren? Zeg maar, ik snap dat dat niet zo werkt, maar hoe gaan jullie dat precies bijhouden? Sowieso wordt er even aangegeven van als je een nieuw product of dienst wilt hebben op de webshop, dat je dat eventjes via mij dat eventjes zegt, want dan... Kan ik met je even meekijken van qua foto's, met beeld, weet je. En dat het allemaal een beetje allemaal één geheel is. Mm-hmm. Kijk, het moment dat je dat niet doet, het moment dat jij producten erop zet en ik weet er eigenlijk niks van af, dan pleur ik het af. Oké, goed. Ja. Dat is wel goed om ook te benoemen. Ja, want dat gebeurt nog wel. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik dat zal ik ook tegen iedere nieuwe persoon zeggen. Nee, iedere persoon die ook... Als je het erin zet en ik weet er niks van af... Pluk het weg. Ja. Gratis. Doe me rustig, Rick. Ik ben meer een bad. Even zo te doen. Gaat hij ook delen? Oh, yes. Oh, sweet. Heb je het koud? Nee, joh. Probleem. Wil je een beetje tomatenketchup op je broodje? Oh, nee, wacht. Dat is toch goed, hè? Dat als je dan niet gratis hebt, dan kan je voor, weet ik veel, 50. Maar ik zit meer even te kijken, hoe gaan we dit bijvoorbeeld inboeken in de webshop? Wat je hebt een gratis wimperactie. Ja. Waar kunnen we die kwijt? Op de pagina. Nou, het wordt sowieso een dienst. Ik denk dat het sowieso op de header moet komen als in van die headline ding, wat slide. Mm-hmm. Hebben we niet een oproepen kopje of zo? Nee, die is weg. She gone. She gone? She gone. Oké. Okay. Voor gratis wimpers. Ja. Nee, gewoon sowieso voor de webshop. Voor op de webshop een oproep.
bijvoorbeeld die vermiste foto's. Zet je dat onder algemeen? Die vermiste foto's staan nog steeds met overig, maar toevallig... En bovenaan gewoon los. Oh, bovenaan nog los? Oh. Kan die daar dan niet bij? Jawel. Maar zichtbaarheid is beperkt dan, toch? Mm-hmm. Sorry, ik spreek voor mij. Oh, dan moet je doorklikken. Dit is vegan. Mm. Oh. Ja, mij is het niet.